Hallo, in deze video laten we je zien hoe je jouw Nescafé Dolce Gusto Piccolo instelt. Steek de stekker van de Piccolo in het stopcontact. Controleer of de hendel in de stopstand staat. Zet het apparaat aan. Terwijl de Piccolo opwarmt, knippert de aan-uitknop rood gedurende ongeveer 40 seconden. Wanneer het apparaat klaar is, brandt de aan- en uitknop groen. Om energie te besparen, schakelt de Piccolo uit wanneer deze ongeveer 5 minuten niet is gebruikt. Verwijder eerst het waterreservoir. Spoel dit om met drinkwater. Vul het vervolgens met drinkwater en plaats het terug. Pak het spoelelement. Dit helpt het water te sturen tijdens het spoelproces. Maak je geen zorgen als je geen spoelelement hebt. Je kunt je Piccolo ook zonder spoelelement spoelen. Plaats de capsulehouder terug. Duw de sluithendel omlaag. Verwijder het lekbakje. Gebruik een opvangbak om het water mee op te vangen. Plaats de hendel in de stand voor koude dranken. De Piccolo begint met spoelen. Wacht tot het waterreservoir half leeg is. Plaats de hendel dan terug in de stopstand om het spoelen te stoppen. Zodra het spoelen is gestopt, knippert de aan- en uitknop rood. Duw de sluithendel nu niet omhoog. Plaats de hendel in de stand voor hete dranken wanneer de aan- en uitknop groen brandt. Wacht tot het waterreservoir leeg is. Plaats de hendel terug in de stopstand om het spoelen te stoppen. Zodra het spoelen is gestopt, knippert de aan- en uitknop rood. Duw de sluithendel nu niet omhoog. Verwijder de opvangbak. Verwijder het spoelelement en bewaar dit voor toekomstig gebruik. Plaats de capsulehouder terug. Plaats het lekbakje terug. Je kunt dit aanpassen. Er is een lage stand voor grote koppen, een middelhoge stand voor middelgrote koppen en een hoge stand voor kleine kopjes. Bedankt voor het kijken. Je kunt nu genieten van het bereiden van heerlijke koffiecreaties met je Piccolo.